De koolstofverbindingen. Een eerste grote groep zijn daarin de koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen te vinden vanaf blaadje 169 in je boek. Ze bevatten dus alleen maar koolstof en waterstof. En we starten met de meest eenvoudige moleculen, en dat zijn de alkanen. Alkanen kunnen we bestempelen als acyclisch, geen cyclische vorm, verzadigd, allemaal enkelvoudige binding, en koolwaterstoffen dus alleen CNH. Ze hebben allemaal als bruto formule CnH2n plus 2. Nu bij de koolwaterstoffen, acyclisch en verzadigd, kunnen we onderscheid maken tussen onvertakte moleculen en vertakte. Allemaal mooi rechtdoor of met zijketens. Onvertakt is eenvoudiger. Die namen ken je al wat van vorig jaar. Is dat maar één koolstofje met vier bindingen, CH4, dan noem je dat methaan. Twee koolstofjes, vier bindingen, dus één binding met zijn buur en drie waterstofjes, C2H6, ethaan. Drie is dan propaan, butaan, pentaan, hexaan, heptaan, octaan, nonaan en decaan. Tot 10 gaan we gebruiken. Undecaan, dodecaan, eicosaan en zo verder zien we niet. Structuurformule. Je merkt ook wel, als er 3 zijn, is dat nog geen probleem om dat weer te geven. 4, dan wordt dat al wat langer. En dan groeperen we die middels de CH2'tjes soms. Het is maar dat je dat ook eens gezien hebt. Dus onvertakt, niet zo moeilijk. Die N die daarvoor staat, betekent normaal decaan, normaal alles achter elkaar. Maar ja, er staan toch geen vertakkingen voor, dus die N dat mag daarbij, maar dat hoeft voor mij helemaal niet. Bij de eerste 3 staat het er al niet bij, want het is altijd gewoon rechtdoor. Je kunt geen vertakking maken als er maar 3 koolstoffen zijn. Vertakkingen, die namen zijn afgeleid van de anderen, maar eindigen op -il. Methyl, ethyl, propyl en zo verder. Langere vertakkingen gaan we ook niet tegenkomen. Onvertakte koolwaterstoffen, dus de alkanen. Ook vertakte alkanen komen voor. Dat is al wat moeilijker en daarvoor hebben we een stappenplan nodig. 3 stappen die we zeker moeten zetten om de naam van dit molecule juist te krijgen. Stap 1 zal zijn, zoek de hoofdketen, tegenwoordig heet dat de stam, dat is de langst mogelijke koolstofketen in je molecule. Als je die gevonden hebt, dan staan daar ook zijketens of vertakkingen op. En die vertakkingen, methyl, ethyl, propyl en zo verder, die zet je in alfabetische volgorde. Niet vergeten. Komt een stofje vertakking meerdere keren voor, dus methyl, dimethyl, trimethyl, dan heb je meerdere keren die vertakking gehad. Goed, we moeten ook nog zeggen waar die vertakking ergens te vinden is en daarvoor moeten we de hoofdketen nummeren. Ofwel doe je dat vanaf de linkerkant, ofwel vanaf de rechterkant, er zijn maar 2 mogelijkheden. En je doet dat zodanig dat de som van alle vertakkingsnummers zo laag mogelijk is. Voorbeeldjes gaan dat wel duidelijk maken. Het 4e hebben we niet echt nodig. Als er geen verwarring mogelijk is, dan gaan we sommige cijfertjes achterwege laten. Het is soms veiliger van ze erbij te zetten, ook al is het niet nodig. Dus een keer wat voorbeeldjes om dit te illustreren. Laten we starten met het molecule dat we kunnen schrijven met bruto formule C4H10. Is dat een alkaan? Jawel, CnH2n plus 2. 2 keer 4 plus 2 is 10. En daarvoor schrijven we bijvoorbeeld dit molecule op. 4 koolstofjes, alle 4 mooi aan elkaar. 10 H-atomen. 3 op de eerste en de laatste, en de andere hebben er maar 2. Zo heeft elke koolstof 4 bindingen. Eenvoudiger nog is om de H-atomen weg te laten, dan alleen maar de koolstofjes meer over. Of als je echt een skelet wil, 1, 2, 3 bindingen, 1, 2, 3 bindingen tussen je koolstoffen.
Wij gaan gebruik maken van deze schrijfwijze. Dus ik ga dat nu een paar keer met die andere mogelijkheden doen ook, maar ik ga voornamelijk opteren voor het koolstofskelet. Oké. De naam voor dit molecuul, het heeft geen vertakkingen, dus geen stappenplan nodig, dit heet butaan. Wie dat absoluut wil, normaal butaan, N-butaan, maar hoef je niet te schrijven van mij. Met vier koolstofjes is dit niet het enige molecuul dat we kunnen opschrijven. We kunnen ook aan dit molecuul denken. Dus ook vier koolstoffen. En ook 10 waterstoffen. Maar dit keer met een vertakking in. Koolstofskelet. Alleen maar de bindingen. Wij opteren weer voor de rechterstructuur, het koolstofskelet. Daarin gaan we eerst op zoek naar de langst mogelijke koolstofketen. En dat is 3 stuks. 3 keer mooi rechtdoor. Ik had ook deze keten kunnen kiezen als hoofdketen. En dan stond er op de middelste C een vertakking. Ik had ook dit kunnen kiezen als hoofdketen en dan stond er weer op de middelste een vertakking. Nu heb ik ook 3 C's en op de middelste een vertakking. Dus dat maakt niet uit, dat was eigenlijk 3 keer hetzelfde geweest. Propaan is dus de hoofdketen. Die schrijven we eerst op. 2. Er komt een vertakking voor. En die vertakking heeft maar 1 koolstofje. Het is dus afgeleid van methaan. Het heet methyl. En als derde stapje moeten we nog vertellen waar dat staat. En daarvoor nummeren we. Als we langs de linkerkant beginnen nummeren, 1, 2, 3, dan staat onze methyl op koolstof nummer 2. Waar we rechts beginnen nummeren, dan stond die ook op nummer 2. Dus waar je begint te nummeren, speelt in dit molecuul geen rol. 2-methylpropaan. En omdat die nummeringswijze toch geen rol speelt, mogen we evengoed zeggen methylpropaan. Hij moet altijd op nummer 2 staan. Vertakkingen kunnen nooit op de eerste en nooit op de laatste koolstof staan. Anders verleng je gewoon de hoofdketen. Dus vertakkingen nooit op nummer 1 en nooit op de laatste C. Goed, dat was met 4 koolstofjes. Hoe zit het met 5 koolstofjes? C5H12. Hoe meer koolstoffen, hoe meer isomeren. Want die vorige 2 waren 2 isomeren van elkaar. Zelfde bruto-formule, toch iets anders. Hier hebben we er al 3. We kunnen starten met eenvoudig en dan noemen we dit pentaan. 5 koolstoffen achter elkaar. Een andere mogelijkheid, een ander isomeer dus, is 4 koolstofjes aan elkaar, de langst mogelijke keten, butaan. En we zetten daar 1 vertakking op van 1 koolstofje. Goed, butaan ligt dus vast. De vertakking zal methyl heten. Langs waar moeten we beginnen nummeren? Langs links, want dan is de som van al onze vertakkingsnummers, alleen maar die 2, zo laag mogelijk. Waar we rechts beginnen nummeren, dan was het pas koolstof nummer 3 geweest. We moeten dus links beginnen. Oké, onze methyl staat op koolstof 2, 2-methylbutaan dus. Dat is een tweede isomeer. Een derde isomeer zou kunnen zijn, we zetten hem eens aan de andere kant, onze vertakking. Maar dan merk je dat we op dezelfde naam uitkomen, want dan moeten we van de rechterkant beginnen met nummeren. Dan staat onze vertakking op koolstof nummer 2, de laagst mogelijke vorm. Dus of je nu hem hier zet, of je zet hem daar, het is altijd 2-methylbutaan. Vandaar dat die 2 daar eigenlijk niet bij hoeft te staan. Methylbutaan zou ook oké zijn. Maar in het practicum heb je gemerkt dat er wel nog een derde variant is, namelijk een soort kruisvorm. Ook 5 koolstofjes en ook 12 waterstofjes. De hoofdketen is maar 3 koolstoffen lang, propaan dus. En er is nu niet een methyltje onderaan, maar ook een methyltje bovenaan te vinden. Dat zijn dus al 2 methyltjes. Ze staan allebei op koolstof nummer 2, op de middelste koolstof.
of je nu langs links begint of langs rechts begint te nummeren. Twee methylen, dat geven we aan door die methyl te schrijven. En dan wil ik van allebei die methyltjes ook weten op welke koolstof ze voorkomen. Allebei op nummer 2. En dan moeten we dat ook voor allebei aangeven. 2,2. Twee cijfertjes als hier die staat. Als daar 3 zou staan, dan wil ik ook 3 cijfers zien staan. De vertakkingen konden eigenlijk niet anders dan op koolstof 2 staan. Vandaar dat dimethylpropaan ook al voldoende zou zijn geweest. Maar veiligheidshalve zet je die er maar best bij. Een mooie oefening zou eens kunnen zijn: probeer alle isomeren eens te vinden voor 6 koolstofjes, C6H14. Hoe meer koolstofjes, hoe meer vrucht. Dus in dit geval al 5 isomeren zijn er te vinden. Niet meer, maar ook niet minder. Dus als je wil, kan je zelf eens aan de slag. Teken ze eerst en geef dan ook aan allemaal de naam. Heb je er toch meer dan 5? Waarschijnlijk zitten er een paar tussen die dezelfde naam zullen hebben. Succes ermee!